Hallo, ik ben Ilona van Ware Kracht. Je kunt mij vinden op Facebookpagina Ware Kracht en op www.warekracht.nl. Ik ga in deze video tarotvoorspelling doen voor de vissen voor de laatste periode van het jaar, 15 tot en met 31 december 2020. Ik ga even kijken welk thema er speelt. En ik heb het ook opgedeeld in week 3 en week 4. Dat is wat makkelijker voor mezelf. Week 3 begint op rond 15 december, 16 december. En natuurlijk een week later is week 4 tot het einde van het jaar. Dus ik ga even kijken wat het thema is voor vissen. En even kijken wat het algemene energie in week 1 en week 3 en week 4 is. En natuurlijk ook in de liefde. Ik heb als thema schildknaap van staven. Dus het is heel belangrijk voor de vissen om weer hun energie terug te vinden. Om weer die sprankeling die ze nodig hebben in het leven te vinden. Om weer in hun kracht in zekere zin te komen. Maar ook dat ze weer wat vinden waarin ze hun energie kwijt kunnen. Waarin ze weer een goed gevoel over zichzelf krijgen. Vissen heb ik als algemene energie bekers 5. Dat is in week 3. In week 3 in de liefde heb ik de keizerin. Op zich een hele mooie kaart is. Dan heb ik in algemeen week 4 heb ik de magier. En dan in week 4 in de liefde heb ik de staven 7. Best wel heel interessant. We hebben 2 grote arcana kaarten. En die staan ook vaak voor diepgaande processen. Dus het is niet zo dat je dat even in een weekje opgelost hebt. Maar wel dat die energie in die week krachtig aanwezig is. Het is altijd zo, kijk of het resoneert met je. Of je dit kan plaatsen of niet. En anders is deze kaartlegging niet voor jou. Het is mijn interpretatie van deze kaarten. En ik wil ook aangeven dat het gewoon echte energieën zijn. Dat je er zelf mee aan de slag kan gaan. Maar dat je daar natuurlijk altijd vrij in staat om ermee aan de slag te gaan of niet. Dat is helemaal aan jezelf. Thema van de vissen is schildknaap van staaf of paardje van staaf, zoals ik al aangaf. Het gaat erom om die sprankeling weer terug te krijgen. Ik heb bij vissen een beetje het gevoel alsof ze zich helemaal een beetje down voelen. Waarschijnlijk zijn ook hele gevoelige wezens, ook watertekend. Dus natuurlijk alles wat er nu op dit moment gebeurt in de wereld, dat komt echt vrij hard aan bij gevoelige vissen. Je ziet ook in week 3 dat het aan de ene kant heb je de 5 van bokalen. Algemeen voelen de vissen zich waarschijnlijk teleurgesteld, verdrietig of gewoon in een mineurstemming. Maar toch in de liefde is er ook weer sprake van durven ontvangen. Durven open te staan. Het is net of de vissen meer open staat in de liefde. Of dat nou in een relatie of is, of ze in een relatie zitten of dat... Je als vissen single bent, maar je staat meer open om te ontvangen. Je staat echt wagenwijd open, dat gevoel heb ik. Dat kan heel positief zijn als iemand je ook echt veel aandacht geeft en echt vertroetelt. Maar het moet niet zo zijn dat iemand daar gebruik of misbruik van maakt, vissen. Dus pas even op je energie daarin en kijk even wat resoneert bij jou. Dus vooral bij singles dan, maar het kan ook een relatie zijn dat je je niet laat inpakken door iemand... En dan uiteindelijk in de kou komt te staan. Want ik voel ook met week 4 dat het heel belangrijk is om in je kracht te komen. Je bent hier nog te veel, dat gevoel heb ik een beetje in week 3, alsof je te veel afhankelijk bent van je omgeving. Alsof je te veel van je omgeving laat afhangen. Het is voor jou heel belangrijk om juist in week 4 in je eigen kracht te komen staan. Je hebt magier en je hebt staven 7, wat een hele krachtige kaart is om te laten zien waar jij voor staat vissen. Wat belangrijk voor jou is en dat je jezelf ook laat zien. Dus waarschijnlijk is dat die energie, die sprankeling die jij nodig hebt als thema zijnde. Van kom eens in je kracht, laat jezelf eens zien en laat je niet te veel... beïnvloeden door alles om je heen of door mensen om je heen. Niet iedereen heeft het goed, altijd goed met iemand voor. Dan wil ik als laatste nog uit het wijsheid van het orakel van Colette Baron-Reed nog een extra kaart trekken. Even kijken wat daaruit komt. Kijk, ik heb rechtvaardig. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke kaart is voor de vissen. Rechtvaardig is ook dat je iets... durft aan te kijken. Dat je ook heel rechtvaardig kan zijn en heel juist kan zijn, zoals we dat mooi noemen, in je besluiten. Dus
Dat je niet te veel door je emoties laat beïnvloeden, dat je niet te veel met iemand meegaat, maar dat je objectief daarna kan kijken van deze persoon wel goed voor me of deze persoon niet goed voor me. Is deze situatie wel goed voor me of niet goed voor me? Week 4 is voor jou de kans om echt in je kracht te komen. En dat is helemaal aan jou vissen of je dat doet of niet. Dat kan je dus doen door rechtvaardig te zijn, in die zin dat je wat objectiever bent. Dat je niet te veel met je emoties laat meegaan. Dat je veel meer verstandelijk gaat bekijken. Vooral omdat je heel erg in je emoties kan blijven zitten. Je hebt opeens de neiging om daarin te rollen en in te blijven hangen. Dus wil je daaruit kunnen stappen. En die energie is er in week 4, als je die energie maar pakt. Is door rechtvaardiger te zijn, objectiever te gaan kijken. Veel rationeler over dingen na gaan denken. Daardoor kan je ook veel meer, kan je veel meer in je kracht komen, waardoor je ook weer open staat voor mensen die daar weer respect voor hebben. En dan zal je ook meer respect voor jezelf hebben als je krachtig voor jezelf optreedt. Ik hoop dat je je hierin kan vinden, vissen. En ik hoop dat je van deze video genoten hebt. En ik hoop je een volgende keer te zien. Dag!